Een hele goede avond. We zijn vanavond weer lekker in de stad en we gaan op zoek naar baars en snoepbaars. We gaan nu eerst, nu het nog licht is, even op zoek naar de baarsen en zometeen als het zonnetje onder is gegaan, gaan we op zoek naar de snoepbaarsen. Gijs, jij vist op dit moment met een... crankbaitje. Een crankbaitje. Wat's even proberen. Flats. En ik vis op dit moment alvast met een netrig. Dus wij gaan even de hele kade hierachter uitgooien en op zoek naar de vissen. Wat een vis zit er, hè? Ai, 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 wat de fuck! Nou, zoals ik net zei, ik vis met de netrig en Gijs heeft hem zojuist ook eraan gehangen. Het is een super aasje van Strike Pro. Blijft drijven, kopje van een grammetje of 5 ongeveer erop. En zo gaat hij staan onder water. Super goede tactiek voor baars en snoepbaars rond deze tijd van het jaar, in het najaar. Gooi ineens 10 keer beter, zei ze. Hier, baars, allemaal baars, allemaal baars. Ik gooi net nog onder de kant. Hier, allemaal weg. Holy fuck. Het waren allemaal baars. Ja. Ik dacht dat er wat afviel of zo. Ik denk, huh? Nee, ik zit ook echt muurvast. Nou, Gijs, mogen we lekker samen knopen, hè? Ja. Want kijk, ik heb hier mijn lijn, ik zat vast. En Gijs die haakt vissen en dat zegt ook knak. Nou ja, ik sloeg hem denk ik langs een paar stenen of zo. Want mijn vuur was ook gerafeld. Dus snel knopen en hopen dat ze er nog liggen, want het was een schotje van 5, 6 bazen, denk ik. Dus. Zoiets. Ja. Oh, hele schot erachteraan, Brett. Kijk, kijk. Hoppa. Eerste mooie baasje van de avond. Op de netrig. En zoals je zei, veel bijzonder nog een paar mee, dus ik ga hem gauw terugzetten. En dan hopen dat we nog eentje kunnen vangen. Woep. Gijs en ik moesten allebei even knopen, maar we hebben allebei weer geknoopt. En ondertussen heeft Gijs 1 baars gevangen en kan ik weer lekker gaan vissen nu. Dus misschien dat het schooltje baars nog ergens ligt dat een beetje verplaatst is. Maar eerst even kijken hoe en wat. En anders gaan we gewoon lekker doorlopen, want we hebben nog super veel plek om af te vissen. We kunnen nu nog richting de sluis. We staan namelijk aan de buitenkant van de sluis bij de brug. En vanaf daar kunnen we nog richting een steiger gaan lopen, waar normaal gesproken ook super goed snoepbaars kan vangen als het donker is. En je ziet het al, het is inmiddels donker geworden, dus dat is top! Ja. Oh my god. Het is een little thunder. You know thunder? Kijk, it's thunder. Ik heb hier ook 1 kleine snoekbaas. Oh, en een hengel die bijna valt. Maar in ieder geval, eerste snoekbaasje van de avond. Gewoon een heel klein voorzichtig tikje eigenlijk, maar hij heeft me wel mooi overheen geschoven. Dus een heel leuk visje weer. En hopelijk dat ze nu een beetje actief worden, de snoekbaas, want tot nu toe was er nog niet veel. Maar ja, het is nu donker en eigenlijk gelijk... na het vallen van de nacht komen de eerste aanbeten, dus hopelijk volgen er meer. Ik heb de kunsthaas gevonden. Oeh. Ah, los! Oh. Nee! Dan is het precies ook weer in zo'n randje. Plop! De tweede van de avond voor mij. Eigenlijk, wat was het? 2 worpen later. Ik kreeg een worpje daarna ook een klein tikje erop. Brett ook al 1 verspeeld en 1 aanbeet gemist. Dus ze zijn zeker wakker geworden. In ieder geval een iets mooier formaat dan stellen van net. En dan gaan we lekker terugzetten en op naar de volgende. Vooral tegen die kantjes aan, dan is het meestal wel een pergie. Ja. Toch gewoon recht onder mijn voeten dan hier. Oh. Heel ver weg. Het is wel weer een sander. Oh. Nou, volgende visie. Weer een kleintje. Maar weer op net Rikkie. Zo zie je mij, jongens. Zeker voor mij in de steden. Netrikje, dat blijft echt mijn favoriet. Ik kan gewoon makkelijk in allemaal hoekjes gaatjes gooien. En gewoon lekker langzaam vissen. Je kan hem ook wat harder tikken. Dan schiet hij wat meer heen en weer als een tjoepje eigenlijk. Dus veelzijdig aasje. En je ziet het, hij werkt goed. Ik zal ook even uitleggen hoe ik de netrik vis. Eigenlijk is het heel simpel. Ik vis hem eigenlijk gewoon met hele kleine tikjes over de bodem heen. En gewoon heel even stil laten staan. Want ik bedoel, het aasje gaat natuurlijk mooi rechtop staan. Dus dat, ook dat is het trigger voor de vis.
En dus af en toe gewoon met hele kleine tikjes hem langzaam verplaatsen. En op sommige momenten merk je dat ze, zeker in de zomer en nu in het najaar ook nog wel, dat ze wel wat iets actievers willen. Dan kan je hem ook wat, net wat hardere tikken geven, dat hij echt even van de bodem afkomt. En dan merk je ook vaak dat ze hem dan ook gewoon in het zweefmoment ook al keihard erop knallen. En zeker ook zo'n netrikje, wat gewoon een drechte aasje is. Die schiet ook alle kanten op, eigenlijk net een beetje als een tjoepje als je ze wat hardere tikken geeft. Dus gewoon een heel veelzijdig aasje, die op veel verschillende manieren kan vissen. Ik zeg altijd, eigenlijk kan je niet snel fout doen met een netrik. Als je maar gewoon af en toe ook even rustig op de bodem stil laat staan, dan moet het helemaal goed komen. Hangen! Ja, tijdens het afzinken. Dat is een goeie hoor. Dat is geen slechte, Gijs. Kijk hem eens gaan. Hier. Kijk die kolk hier. Dat is een goeie, Gijs. Ze zijn ook wel gewoon lekker sterk. Hier, kijk. Karim. Karim. Zo, kijk eens aan. Ik vang even de grootste snoekbaars tot nu toe op de dropshot. Nee, splitje deed het werkje voor mij vanavond. Goeie harde rammen bovenop. Tijdens het slapvallen van de dropshot. Maar ja, super mooie vis. Echt onwijs sterk. Het is één bonk spier. Want ik zei altijd, Gijs, pak hem in zijn nekje, joh. En hij kreeg hem niet te pakken in zijn nek. Nou, toen zei hij, voor jij is. Dacht ik, nou, nu snap ik wel waarom, ja. Eén bonk spier, krachtige vis. Even een mooi plaatje schieten en dan mag hij lekker zwemmen. Zo, we hebben nu een echte unit gevangen. Na net de grootste van de avond, vak nu even de kleinste van de avond. Ja, dropshotje werkt super goed. Was al tijdens het afzinken. Super snel, maar deze laten we lekker zwemmen. Dan gaan we gauw door naar de volgende, want dan liggen er veel meer. Gaat-ie! Oké, we hebben nu heel de sluis even uitgevist. Dus we gaan even door richting de steiger, waar ik het eerder al over had. Ik ga daar weer vissen in ieder geval met een netrig. En Gijs die gaat als goed is doorvissen met de dropshot. Maar hij wil even een keer wat anders proberen dan normaal. En dat deed ik hier eigenlijk, dus gewoon even een keer wat anders proberen dan normaal. Ja, ik ga in ieder geval voor daar weer gewoon lekker vissen met de netrig. Is voor mijn auto vertrouwd. Gijs dropshotje. We gaan zien. Ik heb tot nu toe wel de grootste vis gevangen. En daarna vind ik nog een paar kleintjes. Die hebben we niet gefilmd. Ja, eentje hebben we gefilmd, maar de overige kleintjes niet. Die waren echt super grappig. Wel lekker voor actie. Er zit ook heel veel harder hier. Dit water is namelijk aangesloten aan het Noordzeekanaal. Dus we zien heel veel harders wegspringen en doen. Wel een grappig gezicht soms, want er zijn er echt gewoon honderden tot soms zelfs duizenden. Maar ja, daar komen we niet voor. We komen voor de snoekbaars. Hoe vind jij dat gaat? Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Afgezien van dat ik een hele felle lamp in mijn gezicht heb. Maar voor de rest wel prima. Ik denk tot nu toe een van onze betere avondjes hier ook. Qua snoekbaars. Het loopt lekker door qua aanbeten en zo. Dus. En we hebben nog een stukje te gaan. Dus daar gaan we nu even heen. Met een dropshotje. Waar ik nou ook aan zat te denken is dat het natuurlijk volle maan is. Het is volle maan en daar houden die snoekbaars echt van. Het water komt wat meer omhoog en de vissen worden net even wat actiever met volle maan. Ik weet eigenlijk zelf niet echt waarom dat nou allemaal precies is. Ik weet dat ze wat actiever worden met volle maan. Maar wat het nou allemaal precies inhoudt, geen idee. Weet jij dat? Laat het even weten hier beneden in de comments. Ik ben er ook wel benieuwd naar. Ik weet het gewoon echt niet. Maar ja, wij gaan in ieder geval nu nog even terug naar de sluis. Want deze kant met de fletjes waren weer wat kleinere visjes. Dus niet heel interessant. En dan gaan we de sluis even kijken of we nog een paar maten kunnen vangen. Dan gaan we even lekker wat eten. Want onze maagjes rommelen een beetje. Maar goed, de netwerk hangt er nu bij mij dus nog steeds aan. En ik denk dat ik zo meteen weer even met een dropshotje verder ga. Even kijken wat het oplevert. Nou, de volgende snoekbaars. Ik denk dat het een van de laatste vissen van de avond zal zijn. Want we zijn al een klein beetje onderweg terug naar de auto. Maar weer een mooie, wat mooier formaat snoekbaars op de netwerk weer. Mooie grote tanden. Wap! Nou, we gaan hopelijk nog even één of twee bijvangen. Misschien nog onderweg naar de auto. En dan is het weer mooi geweest voor vanavond. Zo, we hebben ons avondje vis weer lekker erop zitten. En we hebben ook even lekker gegeten bij de McDonald's. Daar komen wij iets te vaak. Niet doorvertellen hoor. Nee, niet doorvertellen. Niet doorvertellen, want we zijn boos thuis. Nee, we hebben in ieder geval lekker gevangen weer.
Dat is een tijdje geleden dat we even weer... Ja, gewoon even een beetje aantallen, ja. Dat was wel even lekker. En er wordt mooi nog erbij. Dus het is ervoor op deze steek wel het mooie, laten we zo zeggen. Ja, dat. Dus in ieder geval, ja, wij zijn klaar en wij gaan lekker naar huis toe. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Dus een blauwduimpje omhoog. Laat het weten hier beneden in de comments. En vergeet je zeker niet te abonneren. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Ja, tot de volgende keer. Later. Later.